Hey, ik ben Charlotte, beautyredactrice voor Vlijf.be en ik ga vandaag uitleggen hoe en waar je je bronzer moet aanbrengen op je gezicht. Iedereen heeft graag een mooi kleurtje het hele jaar door, dus zijn er mensen die de neiging hebben om een te donkere foundation te gebruiken, maar dat ziet er niet zo natuurlijk uit. Dus kies je beter voor een lichtere foundation die wel bij je huidskleur past en geef je gezicht wat meer warmte met een bronzer. De bronzer breng je aan op de plaatsen waar de zon ook natuurlijk zou vallen. Dus dat wil zeggen voornamelijk aan de buitenkant van je gezicht, tegen je haarlijn. En aan de zijkanten breng je dat eigenlijk zo in een drievorm aan. Dus je begint hier bovenaan, zo langs je haarlijn naar beneden. Dan kan je onder je jukbeenderen een beetje subtiel contouren. En dan ga je zo naar beneden naar de onderkant van je gezicht toe. En dat lijkt misschien raar, omdat je dan denkt, nu heb ik in het midden geen kleur. Maar als je het midden licht houdt en de buitenkant donkerder maakt, dan krijg je een frisser opzicht en dat ziet er natuurlijker uit. Zo, dat was het. Veel succes ermee. En als je nog vragen hebt, stuur dan zeker een berichtje naar een van onderstaande kanalen. En dan zie ik jullie snel terug in een volgende beauty call. Salut! Zo, dat was het. Ja, nee, dat voelt echt raar. Zo, ik ben klaar. Nee, dat is stom.